Ik ben Sander Hermsen, onderzoeker design en gedragsverandering aan de Hogeschool Utrecht. Ik wil jullie graag meenemen naar het uiterste noorden van Nederland, onder de dijk van de Waddenzee, naar Blaja in de gemeente Ververadiel. Daar boort de Nederlandse aardoliemaatschappij, de NAM naar aardgas. En één keer in de twee jaar wordt deze boorlocatie helemaal afgesloten en er komen er 200 tot 1000 mensen om groot onderhoud te plegen aan de installatie. De NAM doet ontzettend veel voor de veiligheid van de medewerkers daar. Als je het terrein alleen al op wil, dan moet je een hele safety room doorlopen. Dat is een soort training, zodat je precies weet waar je aan toe bent op het terrein. En overal hangen bo borden met geboden en verboden en huisregels. Uh, het zou je dan ook niet verbazen dat er eigenlijk nooit incidenten of ongelukken voorkomen. Toch kregen wij de opdracht om een aanpak te ontwikkelen waardoor medewerkers nog... Veiliger werkte tijdens een stop om de kans op ongelukken en incidenten nog kleiner te maken. Waarom dan deze vraag? Nou ja, als je kijkt naar de literatuur en ook naar onze ervaring in de praktijk, is het zo dat, dat wanneer mensen zich eigenaar voelen van hun eigen veiligheid, zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen veiligheid, dat dat de veiligheid op de werkvloer enorm te goede komt. Bij de NAM daarentegen, de NAM doet zoveel voor de veiligheid van de medewerkers, dat de medewerkers het idee hebben dat de veiligheid, nou dat is echt iets van de nam, dat dat niet bij hun ligt. Resultaat is dat de medewerkers zich geen eigenaar voelen van hun eigen veiligheid op de arbeidsvloer. Um, wij gingen aan het werk om te proberen om dat eigenaarschap te vergroten. Dat deden we door het uitvoeren van ontwerpend onderzoek. En om dat onderzoek vorm te geven maakten we gebruik van het double diamond. Model van de Design Council. En daar ga ik in het volgende deel verder op in. Voor het eerste deel van het ontwerpproces richten we ons op de eerste diamant van het Double Diamond Model. En daar gaat het om wat je precies gaat ontwerpen. Dus je gaat de beste, beste aanpak bepalen. En dat doe je eerst door te ontdekken door veldonderzoek, door literatuurstudie. En vervolgens ga je kijken welke thema's je met je interventie wil belichten. Wij begonnen met literatuuronderzoek. En als je kijkt naar de literatuur over veiligheid, dan zie je dat aan de ene kant compliance, dus het je houden aan de regels, heel belangrijk is. En dan gaat het met name over kennis van procedures, van beschermende kleding enzovoort. Maar nog veel belangrijker, en dat zie je aan de dikkere lijn hier, is de participation. Dus in hoeverre je deelneemt aan het veilige gedrag en de cultuur eromheen en het. Essentieel daarvoor is motivatie. Motivatie om je veilig te gedragen. Op naar het veld, naar de dagelijkse werkelijkheid bij de NAM. En daar zie je dat de NAM zich met name richt op kennis. Tot aan de koffiekopjes aan toe vind je de 12 lifesaving rules terug. De NAM richt zich vooral op het laten zien van hoe het moet: geboden, verboden. Het bieden van handelingsperspectief, dus wat moet je doen als het misgaat. En het communiceren van normen. Hoe gedragen we ons op de werkvloer? En we weten nou net uit de literatuur dat dat alles niet zoveel effect heeft. Veel belangrijker is om in te zetten op grotere motivatie. Onze allereerste interventie was dan ook om al die uitingen, dus alle posters, alle bordjes, alle signalen van het terrein te verwijderen, behalve die die wettelijk verplicht waren natuurlijk. En om de managers toch nog één middel te geven om hun essentiële boodschappen door te geven, hebben we een lichtkrant geïnstalleerd. Na twee maanden onderzoek bleef die, bleek die lichtkrant precies één keer gebruikt toen de storm op til was. Dus vandaar mijn eerste, laten we het maar wijze les noemen. Als communicatieprofessionals zijn we er heel erg op gericht om zoveel mogelijk te zenden. Dus te vertellen aan de doelgroep wat ze moeten doen en hoe ze zich moeten gedragen. Doe dat niet, want heel vaak werkt het niet. In het tweede deel van ons ontwerpproces hielden we ons bezig met de tweede diamant van het Double Diamond model. Nu we weten wat we willen gaan ontwerpen, gaat het erom hoe we dat het beste kunnen gaan doen. Daarvoor organiseerden we een zogenaamde Design Pressure Cooker bijeenkomst samen met drie ontwerpers. Die gaven we ter inspiratie al onze inzichten uit het eerste deel mee. Een van die ontwerpers kwam daarop met de metafoor van het duiken. Als je gaat duiken, dan controleer je bij elkaar heel goed alle apparatuur voordat je de overgang maakt van het veilige boot naar de onveilige wereld onder water. Die heldere transitie van veilig naar onveilig, die ontbrak bij de NAM. Je ging zo van de veilige kleedkamer naar de onveilige werkvloer toe. Daarom ontwikkelden wij een interventie daarvoor in de vorm van een toegangspoortje, waarop je duidelijk kon zien. Dat je de onveilige wereld betrad. En als je dan terugging, de veiligheid weer in, dan ging je door deze gezellige huiskamer. Deze interventie was niet heel succesvol, vooral omdat die weerstand opriep bij de medewerkers die bij ieder toiletbezoek weer door dit poortje heen moesten. Een interventie die wel heel veel impact had, ging over klokkenluiden. Klokkenluiden is een beetje een raar fenomeen. Aan de ene kant wil je dat medewerkers iedere misstand zo snel mogelijk melden. Aan de andere kant zul je altijd zien dat die misstanden optreden vrijdagmiddag om half vijf, als iedereen naar huis wil, de aannemer de klus af wil krijgen en de opdrachtgever niet wil dat het nog verder uitloopt. Dus aan de ene kant heb je dus het individuele gewenste gedrag, en aan de andere kant heb je het hele systeem dat dat gedrag tegenwerkt. Wij ontwikkelden een interventie die het klokkenluiden uit het negatieve individuele haalde en in een positief saamhorige groepsactiviteit veranderde. We maakten met een drone een luchtfoto van het hele terrein. En iedere ochtend stuurden we drie willekeurig gekozen medewerkers het terrein op. om op die luchtfoto stickers te gaan plakken. Over vallen, electrocutiegevaar, uitglijden, noem maar op. Waarmee ze dan konden aangeven. wat ze allemaal aan onveilige situaties tegenkwamen. Uit, uit zicht van hun vakmanschap. In de volgende stadwerkmeeting, de volgende ochtend, werden die risico's dan besproken. En werden drie nieuwe mensen afgevaardigd om ook weer die dag ook weer een rondje te maken. Deze interventie had effect. Dat merkten we aan interviews met leidinggevenden, aan uitspraken van onafhankelijke waarnemers, maar ook aan onze eigen metingen. Iedere stad-werkmeting turfden we namelijk alle uitspraken die duiden op een vergrote veiligheidsparticipatie en veiligheidsmotivatie. En ten opzichte van een voormeting zagen we een significante stijging daarvan. Er ontstond een groepscultuur waarin veiligheid aan de orde mocht zijn. De tweede wijze les die ik jullie hier wil meegeven is dan ook: let bij het ontwerpen van interventies op onderstromen in het systeem die individuele gedragsverandering moeilijk kunnen maken of juist helemaal kunnen blokkeren. En ga daarop in. Aan het eind van het ontwerpproces hebben we de twee diamanten van het Double Diamond model doorlopen. En komen we aan bij een cirkel. En die gaat over evalueren. Het is namelijk heel belangrijk om te kijken of je interventies wel echt effect sorteren. Wat wij wouden in dit proces. Nou ja, om te beginnen natuurlijk minder incidenten en minder onveilige situaties. Maar die waren er eigenlijk niet. Dus daar hoeven we niet naar te kijken. Wat we zeker wel wouden bereiken. was een toename in veiligheidsmotivatie. En het ontstaan van een groepscultuur waarin klokken luiden en elkaar helpen, um, meer aan de orde van de dag was dan daarvoor. En inderdaad, dat hebben we gezien. Wat we niet hebben kunnen waarnemen, was een toename in bewustzijn van onveilige situaties en aandacht daarvoor. De derde wijze les in dit verhaal is dan ook dat meten in het veld helemaal niet gemakkelijk is. Want hoe weet je of het. Juist jouw interventie is die effect sorteert en niet het feit dat je daar staat te meten. Want we weten dat daar mensen zich ook al anders van gaan gedragen. Zorg er dus voor dat je een goede voormeting kunt doen, of dat er misschien een vergelijkbare situatie is waarin de interventie niet wordt uitgevoerd. Een andere bouwplaats of stad waarmee je kunt vergelijken. Deze casus en alle wijze lessen uit dit verhaal vind je terug in ons boek Draaiboek Gedragsverandering. En daar staan ook de inzichten in. Die ik jullie graag wil meegeven. Ten eerste, voor veilig gedrag is deelname en motivatie belangrijker dan kennis en compliance, het je houden aan de regels. Ten tweede, probeer minder te leunen op het zenden van informatie. En ten slotte, hou ook rekening met het systeem waarbinnen het individuele gedrag zich afspeelt. Zijn er onderstromen die ervoor zorgen dat het gedrag moeilijk uit te voeren is of misschien wel helemaal onmogelijk? Met deze interventies. Hoop ik dat jij interventies kunt ontwikkelen die leiden tot blijvende gedragsverandering.